Pensioen en het overlijdensrisico Als u komt te overlijden heeft dit naast het verdriet ook financiële gevolgen voor uw nabestaanden. Wat krijgen uw partner en kinderen als u voor uw pensioendatum overlijdt? Is dat voldoende inkomen om mee rond te komen? Het is daarom belangrijk om stil te staan bij de financiële gevolgen voor uw partner en kinderen. Belangrijk om te weten is dat de uitkering aan uw nabestaanden altijd lager zal zijn dan het salaris dat u nu krijgt. Er ontstaat hier dus een inkomensschat. Dat noemen we het overlijdensrisico. Wat kan er voor uw nabestaanden geregeld zijn bij overlijden? Vanuit de overheid is het mogelijk dat uw partner en uw kinderen recht hebben op een nabestaande uitkering, de ANW-uitkering. Kijk of uw partner en kinderen hiervoor in aanmerking komen op de website van de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl. Het kan zijn dat uw partner en kinderen van uw pensioenuitvoerder een maandelijkse uitkering ontvangen. Dit heet het partner- en wezenpensioen. De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van de voorwaarden beschreven in uw pensioenregeling. Op het Uniform Pensioenoverzicht staat de hoogte van het Partner- en Wezenpensioen. Het Uniform Pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar van uw pensioenuitvoerder. In Mijn Inkomen Later kunt u zien wat de hoogte is van het partnerpensioen. ...dat bij Deltaloid APF is geregeld. Wat kunt u zelf doen? U kunt ook, buiten uw pensioenregeling, extra verzekeren voor het overlijdensrisico. Hierdoor weet uw partner dat er altijd een bedrag vrijkomt als u overlijdt. Met dit bedrag kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld... ...zodat er geen of een kleiner gat ontstaat. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u helpen te bepalen... ...wat in uw situatie verstandig is om te doen... Wilt u meer weten over uw pensioenregeling? Deltaloid APF biedt u continu inzicht in uw financiële toekomst. Wilt u weten wat er verzekerd is voor uw partner? Kijk voor inzicht en mogelijkheden op Mijn Inkomen later. Deltaloid Algemeen Pensioenfonds voor een steeds beter pensioen.